Elke euro die wij investeren in ons onderwijs brengt ook terug op. Het is al gezegd, we zijn een kenniseconomie, dus het brengt ook effectief op als we onze kinderen goed onderwijs aanbieden. Maar er zijn zeker efficiëntiewinsten te maken, om maar iets te noemen. De rationalisering van een aantal klassen, dat zal echt nodig zijn. Vandaag heb je heel vaak een school waar men met bijvoorbeeld 5 leerlingen Grieks-Latijn volgt. Een heel kleine klas. En aan de overkant van de straat zitten er nog eens 5. En dan een straat verder nog eens 5. Ja, vandaag is het ondenkbaar dat die verschillende klassen samen worden gezet met 1 leerkracht die aan de 15 leerlingen samen lesgeeft. Want je hebt verschillende koepels en dat is toch allemaal niet zo evident. Ja, wij vinden absoluut wel dat je dat moet kunnen overstijgen en dat je in functie van efficiëntie, in functie van die leerlingen, ervoor moet zorgen dat er gerationaliseerd wordt. ...2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. In oktober zijn er gemeenteraads- en provinciale verkiezingen. In juni kiezen we nieuwe regionale, federale en Europese vertegenwoordigers. Om het inhoudelijk debat aan te zwengelen, bespreken we met partijvoorzitters uit Vlaanderen en Wallonië hoe we tegen 2030 tot een beter België kunnen komen. We doen dit in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vandaag ontvangen we Melissa de Prater, voorzitter van Vooruit. Welkom bij Let's Talk Elections. Melissa de Prater, van harte welkom. En uiteraard ook Pieter Timmermans, CEO van het VBO. Ik ga met jou beginnen. Mevrouw de Prater, u hebt zeer recent de teugels van de partij Vooruit in handen gekregen. En u moet de partij meteen naar de verkiezingen loodsen. Had u niet liever in een beter gesternte gestart als voorzitter? Het was natuurlijk niet echt het plan om het voorzitterschap op te nemen. Maar ik zie wel heel veel strijdvaardigheid in mijn partij. En ik heb ook gezien de voorbije maanden dat er een sterk team staat. En dat zorgt er ook voor dat ik er echt heel veel zin in heb om ervoor te gaan. Want de uitdaging voor dit jaar is natuurlijk niet min. Het worden heel belangrijke maanden. En de inzet van de verkiezing is ook heel groot. En ik heb echt wel het gevoel of zin om daar een verschil in te maken. Ja, belangrijke maanden hoor ik hier, meneer Timmermans. Ja, de verkiezingen, ook ondernemers, zijn zeer begaan met die verkiezingen, want ze willen wel een aantal zaken gerealiseerd zien in de volgende legislatuur. Wel, inderdaad, ondernemers zijn daar heel begaan mee, want de uitdagingen zijn ook voor ondernemingen zeer groot. Wij zijn een kleine open economie, dus wij vergelijken ons veel met het buitenland. Wij moeten kunnen exporteren, dus competitiviteit, loonkosten blijft belangrijk. Maar ook energie en energiebevoorrading en de energiekosten zijn belangrijk. De arbeidsmarkt, voldoende mensen vinden, ook geschoold personeel vinden, is even belangrijk. Dus de uitdagingen zijn groot en wij hebben de vergelijking gemaakt met de buurlanden en met andere landen binnen Europa. En gewoon gekeken van, oké. We moeten niet altijd het warm water uitvinden. Wat kunnen we doen om tegen 2030 in de top 3, de top 5 van Europa te belanden op alle mogelijke parameters die we ons voor ogen stellen? 2030 ook, 200ste verjaardag van België. Dus dat is een mooi objectief om te bereiken. En een aantal van die uitdagingen die gaan we vandaag bespreken. Hè? Want ja, we bespreken 3 thema's die van belang zijn voor het bedrijfsleven, maar evenzeer voor de burgers en de maatschappij. En het eerste thema wordt gekozen door de voorzitter en dat is onderwijs geworden. Niet geheel verrassend dat u onderwijs naar voren schuift. Dat is een van de belangrijkste prioriteiten. Uw partij is niet erg blij met de huidige gang van zaken. Nee, omdat er gewoon te veel stilstaat in ons onderwijs. En ons onderwijs is zeer bepalend. Eerst en vooral voor onze kinderen en onze jeugd zelf. Want als wij willen dat iedereen met goede kansen aan het leven begint, met een goede start begint, dan heb je natuurlijk wel een heel sterk onderwijs nodig. En dat gaat keer op keer maar achteruit. Maar ten tweede ook voor onze economie, want wij hebben een kenniseconomie en dan heb je een sterk onderwijs nodig om ervoor te zorgen dat al die studenten, al die leerlingen later ook aan de slag kunnen in onze economie. Dus voor ons is het een heel belangrijk thema. Ja, u heeft een onderwijsexpert meegebracht die de standpunten van Vooruit zal toelichten. Hannelore Goeman, van harte welkom, Hannelore. Je bent de fractievoorzitter voor de partij Vooruit in het Vlaams parlement. Hoe ziet voor jullie het onderwijs in de toekomst eruit?
Kijk, iedereen die wakker ligt van de toekomst van onze kinderen, van onze economie, van onze welvaartsstaat, moet zich vandaag echt grote zorgen maken over de staat van ons onderwijs. Onderzoek na onderzoek toont aan dat de kwaliteit al jarenlang daalt. En beterschap lijkt ook niet meteen op komst. Hè. Onze kinderen zitten urenlang in de studie, kunnen zelfs geen examens afleggen, omdat er gewoon geen leerkracht is om les te geven. En ik hoef er geen tekenetje bij te maken dat dat de leerachterstand alleen nog maar groter maakt. Zeker voor kinderen wiens ouders zich geen bijlessen kunnen permitteren. We zien gewoon dat de portemonnee van uw ouders steeds meer bepaalt of dat je het goed doet op school. En die twee dingen, de dalende onderwijskwaliteit en de groeiende ongelijkheid, vinden wij echt een drama. Natuurlijk in de eerste plaats voor die kinderen, maar eigenlijk ook voor ons allemaal. Wij zijn een kenniseconomie en we kunnen het ons dus eigenlijk niet permitteren om zo te morsen met talent. Daarom zien wij drie grote uitdagingen. 1. Sterk onderwijs begint natuurlijk met sterke leerkrachten. We moeten gewoon meer mensen overtuigen om voor de klas te staan en te blijven staan met een modern personeelsbeleid, met goede opleidingen. 2. Absolute prioriteit voor kennis van Nederlands. We weten dat 1 op 3 tienjarigen vandaag amper een simpele boodschap uit een tekst kan halen. Maar je kunt natuurlijk niet goed leren als je niet begrijpt wat er in je handboek staat. En 3. Betaalbaarheid van onderwijs. Wij krijgen vandaag de verhalen binnen van jongeren die niet de richting van hun dromen kunnen kiezen, gewoon omdat hun ouders het niet kunnen betalen. En dan gaat het vooral over beroeps- en technische richtingen. Carrosserie, horeca, bouw. Dat zijn dure richtingen, maar natuurlijk ook net de profielen waar de arbeidsmarkt om schreeuwt. Dus voor vooruit is het duidelijk. Wij willen dat elk kind de beste versie kan worden van zichzelf. Of dat je nu goed zit met je hoofd of met je handen, wat je ouders ook verdienen of welke taal je thuis ook spreekt. Maar dat betekent dat er vandaag echt iets moet veranderen in het onderwijsbeleid. Onze plannen liggen klaar. Wij willen investeren, maar zeker ook hervormen. Maar daar kan Melissa u alles over vertellen. Oké, hartelijk dank, Hannelore Goeman. Ja, meneer Timmermans, we hoorden het hier, hè? Kwalitatief onderwijs als basis van een kenniseconomie. Dat is iets eigenlijk waar ondernemers ook naar verlangen. Ik wil één nuance aanbrengen bij het woord kenniseconomie. Inderdaad, we hebben geen grondstoffen. We hebben geen diamanten, we hebben geen uranium, we hebben niets in de ondergrond. Het enige wat we hebben is wat tussen onze twee oren zit. En dus, onze handen. En onze handen. Ja. Vandaar dat ik een kleine nuance wil aanbrengen. Kennis, ja, dat doet denken aan diensteneconomie. Dat is ook belangrijk. Maar we hebben ook onze handen nodig. Ja, ook, ja, de industrie is ook belangrijk. Dus onderwijs moet op beide inzetten. En ondernemers willen dat ook mee ondersteunen. Vandaar dat wij ook pleiten voor een nauwere samenwerking tussen onderwijs en ondernemen. Dat is in het verleden vaak, het zijn twee werelden apart geweest. Ja. We zijn vandaag 2025 bijna. Dus onderwijs is iets anders. Het tweede element dat we willen aanbrengen, er moet ook kennis zijn. Want we zien veel te vaak jongeren die nadien in de bedrijfswereld terechtkomen, die zeggen, ik zal het wel vinden. Nee. Ja. Als je zegt van, ik heb 10% korting, dan moet je niet naar je smartphone gaan grijpen om te berekenen hoeveel dat betekent. Dus kennis en dan competenties en vaardigheden zijn belangrijk. Nu, net voor kerst is er een groot rapport uitgebracht door een commissie van Wijzen. En 70 aanbevelingen staan daarin voor een beter onderwijs. Mm-hmm. Nogal een grootschalige hervorming van het Vlaamse onderwijs. 38 uren week staat daarin voor leerkrachten. Een indictiejaar voor startende leerkrachten. Gaat dit voor u in de goede richting? Ja, ik ben blij om te zien dat er eindelijk een voorstel komt. Hè, want de voorbije jaren heeft het nogal stilgestaan als het over onderwijs gaat. En het 70-puntenplan, ja, heel veel van die punten die daar aan bod komen, staat ook in ons programma en stellen wij al langer voor. De 38-urenweek is een goed voorbeeld. Wat zie je vandaag? Er zijn heel veel leerkrachten die bij de start van een loopbaan overstelpt worden door het werk, die heel veel voorbereiden, heel veel bezig zijn met het verbeteren van de lessen, van het lesmateriaal. Dat is heel goed. Maar heel vaak krijg je ook wel veel druk op die mensen en haken ze gewoon heel snel af. Heel vaak al binnen het eerste jaar. En dat is natuurlijk spijtig, want dan krijg je situaties waarbij leerlingen in een studie zitten zonder leerkracht. En zeker, u zei het ook, wat wiskunde betreft, maar even goed wat het Nederlands in ons onderwijs betreft. Ja, je ziet de kwaliteit jaar na jaar dalen. Een hele grote groep kan een makkelijke of een basiskennis rekensom
nog moeilijk zelfstandig maken, maar evengoed een tekst analyseren. Ook dat wordt steeds moeilijker. En het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende leerkrachten zijn om dat soort basisvaardigheden wel goed aan te leren. Maar hoe omvangrijk moet die hervorming van ons Vlaams onderwijs zijn? Dit zijn nu 70 punten die worden naar voren geschoven. Kan men daar een aantal dingen uithalen naar believen? Of zegt men, we moeten het hele pakket dan maar uit? Ik denk eerlijk gezegd dat het echt tijd is. Ja. Om de omslag te maken. Absoluut. En dat gaat jaren duren. Wij hebben 20, 25, 30 jaar de zaak zien naar beneden gaan. En mijn echtgenote staat zelf in het onderwijs. Ik heb het dus aan de lijve kunnen ondervinden bij de start van haar loopbaan. Wat ze moest doen of wat ze deed en wat ze vandaag doet. Ja, dat is echt iets gebeurd dat we niet meer mogen toelaten. Dus we moeten een omslag. Wij moeten een omslag gaan maken. En we moeten ook inspelen op de noden van vandaag. Er is heel veel vraag naar STEM. De fameuze wetenschappen, technische en wiskundige vakken. Ja, dat is de basis van heel veel dingen. Dat is ook de toekomst van onze industrie. Dat is ook de toekomst van onze economie. Dus dat moet meer aandacht krijgen. Financiële geletterdheid. Weten, als je een lening aangaat, wat dat betekent, wat je moet terugbetalen, rentevoeten en dergelijke meer. Dat zijn basisgegevens die we moeten meenemen in onze vorming en onze opleiding. Dus ik zou echter willen voorpleiten dat men in de volgende legislatuur deze studie ter harte neemt en niet begint daar aan cherrypicking te doen. Het is een geheel, heb ik begrepen. Het hangt samen. En inderdaad, men moet het niet klakkeloos overnemen. Er zullen nog wel wat hier en daar accenten moeten gelegd worden. Maar de lijn die daarin uitgezet wordt, die zullen we toch moeten... Ja, de grote principes, want u zegt het net, de technische beroepen. We hebben daar heel veel mensen tekort. Dat zijn heel cruciale beroepen vaak. In de bouw, in de horeca. Maar we hebben die mensen vaak niet. En dat komt voor een groot deel omdat ons technisch onderwijs jarenlang ondergewaardeerd is. Heel veel mensen hebben het gevoel dat het dan toch wat minder is als men in een technische richting zit. Wat natuurlijk absoluut niet klopt. Want voor de economie hebben we die mensen heel hard nodig. Maar ook, ja, het wordt steeds duurder om dat soort richtingen te doen. Evengoed een kapster. Als je vandaag al dat materiaal aankoopt om naar die opleiding te gaan, om daaraan te starten, dan betaal je al blauw op voorhand. En je krijgt wel een soort systeem waarbij dat leerlingen kiezen op basis van de portemonnee van een ouder en niet op basis van talent of op basis van iets wat ze heel graag willen gaan doen. En op den duur heb je in sommige richtingen heel veel mensen tekort. En daar moeten we echt wel iets aan doen. Maar dat is de ene kant. Wat langs de andere kant denk ik ook een heel goede oplossing kan zijn, zowel voor de bedrijfswereld als voor die studenten, is ervoor zorgen dat studenten op een jongere leeftijd ook al echt aan de slag kunnen. Zeker in al die bouw- en die technische opleidingen. Vaak zijn zij vragende partijen. Dus learning on the job. Ja, want er zijn echt al heel veel leerlingen. Stageplaatsen, ja. Werkplek leren en dergelijke dingen meer. Dus vandaar dat ik er daar juist zei, echt voor pleit dat de wereld van het onderwijs en de wereld van ondernemen, dat die met elkaar nauwer zouden samenwerken. Ik zou graag hebben dat elke school in zijn omgeving ondernemers heeft en onderneming heeft waarmee er jaarlijks wordt samengezeten. Men verwijst vaak naar de Duitsstalige gemeenschap. Een heel kleine gemeenschap in ons land, maar dat is een type voorbeeld. Elk jaar in de maand maart, april zit de ondernemerswereld en de schoolwereld samen om te zien van, oké, wat zijn onze behoeften en hoe gaan we daarop antwoorden? Dat betekent niet dat de ondernemers moeten opleggen wat de scholen moeten doen, maar ook niet het omgekeerde. Die schotten tussen beiden zou ik graag zien verdwijnen. Ja, ja, het VBO pleit er ook voor om inschrijvingsgelden te differentiëren afhankelijk van of het een richting is waar er meer vraag naar is. Maar dat is meer naar het hoger onderwijs toe. Ja? We hebben tot nu toe veel gesproken over lager en secundair onderwijs. Hoger onderwijs, ja, inzetten op STEM. En daar kan je inderdaad een idee ontwikkelen van, als we het belangrijk vinden dat we op stemrichtingen zouden inzetten op onderwijsniveau, waarom niet differentiëren qua inschrijvingsgeld? Is een piste die kan bewandeld worden. Twee, op het hoger onderwijs is er ook altijd nog een discussie over talen. Lessen in het Engels bijvoorbeeld of in andere talen. Het is voor ons land, voor onze economie, een toegevoegde waarde om talen te kennen. We zijn met Brussel en ons land liggen we centraal in Europa. We hebben heel veel internationale bedrijven, heel veel internationale instellingen. Dus laat ons daar toch met een open blik naartoe kijken. En ook, ja, inderdaad, het probleem dat vandaag bestaat in het hoger onderwijs, van met beperkingen. Als je een cursus organiseert in het Engels, moet je hem ook in het Nederlands doen en dergelijke meer. Laat ons daar naar efficiëntiewinsten ook gaan. Want ik ben ervan overtuigd, als ik mag afronden,
Er is heel veel geld dat op dit moment naar onderwijs gaat, in de ruime zin van het woord. Als je dat efficiënter kan inzetten. Het is niet altijd een kwestie van meer geld. Nee, daar kan hervormd worden. Hervormingen en efficiënter inzetten van bestaande middelen. Ja, maar vooruit staat wel voor inclusief onderwijs. Ja. We hebben heel wat anderstaligen of die thuis een andere taal spreken, die het Nederlands als tweede taal beschouwen. Die moeten dan ook nog eens eventueel in hoger onderwijs in het Engels gaan lesvolgen. Dus vindt u dat een goed idee om meer in te zetten op Engelstalige richtingen? Ook dat inschrijvingsgeld daarin te differentiëren? Dat vind ik geen goed idee, omdat je dan terug weer twee sporen krijgt en terug op basis van de portemonnee kiest. En dat is niet altijd op basis van het talent. Maar ik vind wel Engels zeker geen probleem mee. De eerste uitdaging ligt wel bij het Nederlands. Er zijn inderdaad heel veel studenten, heel veel leerlingen al op heel jonge leeftijd die problemen hebben met het Nederlands. Niet enkel anderstalige kinderen, maar ook de kwaliteit van kinderen die thuis Nederlands spreken. Ook die kwaliteit gaat fors achteruit. En dat komt voor een groot stuk omdat het onderwijs te laat komt voor die kinderen. Dus velen stappen in de kleuterklas of soms wat later. En eigenlijk is dat veel te laat en moeten kinderen veel vroeger met Nederlands worden geconfronteerd. Of geconfronteerd is een positieve zaak. Zorgen dat zij het aanleren. En dat begint natuurlijk in de kinderopvang. Want het is net in die eerste 3 jaar van een kind zijn leven dat een taal heel snel ontwikkelt. En we zien een groot verschil tussen kinderen die wel naar de kinderopvang gaan en 700 woorden meer kennen dan kinderen die niet naar de kinderopvang gaan en gewoon veel, veel minder goed het Nederlands beheersen. En voor ons stopt onderwijs dan ook niet heel puur of heel strikt genomen bij het onderwijs zoals we het vandaag kennen. Maar moeten we dat eigenlijk uitbreiden met de kinderopvang en ervoor zorgen dat we kinderen zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk daarin integreren en daarin opnemen. Dat zou veel beter zijn voor de kennis van het Nederlands, maar ook voor de kinderen in het algemeen. We investeren inderdaad al veel in onderwijs. Ik haal er even de cijfers bij. In 2022, 26% van het Vlaamse budget ging naar onderwijs. Dat is een kleine 15 miljard euro, een reële stijging. Dus rekening gehouden met de inflatie van 10% ten opzichte van 2017. Dat is meer per kind dat wij uitgeven in vergelijking met andere Europese landen, dan zijn er toch wel efficiëntiewinsten te halen. Dus alleen maar dat 70-puntenplan dat is voorgesteld vorig jaar. Ja. Daarmee gaan we het misschien toch wel. Wel, eerst en vooral, elke euro die wij investeren in ons onderwijs brengt ook terug op. Het is al gezegd, we zijn een kenniseconomie, dus het brengt ook effectief op als we onze kinderen goed onderwijs aanbieden. Maar er zijn zeker efficiëntiewinsten te maken, om maar iets te noemen. De rationalisering van een aantal klassen, dat zal echt nodig zijn. Vandaag heb je heel vaak een school waar men met bijvoorbeeld 5 leerlingen Grieks-Latijn volgt. Een heel kleine klas. En aan de overkant van de straat zitten er nog eens 5. En dan een straat verder nog eens 5. Ja, vandaag is het ondenkbaar dat die verschillende klassen samen worden gezet met 1 leerkracht die aan de 15 leerlingen samen lesgeeft. Want je hebt verschillende koepels en dat is toch allemaal niet zo evident. Ja, wij vinden absoluut wel dat je dat moet kunnen overstijgen en dat je in functie van efficiëntie, in functie van die leerlingen, ervoor moet zorgen dat er gerationaliseerd wordt. Dus daar zit effectief wel wat winst te boeken, want dan heb je ook 2 leerkrachten vrij die natuurlijk weer op een andere plek les kunnen gaan geven. Dus ook op dat vlak zullen er toch een aantal keuzes moeten worden gemaakt waar men tot nu niet gedurfd heeft, denk ik, om die discussie te starten. Wel zeer benieuwd wat er zal meegenomen worden van dat 70-puntenplan van de Commissie van de Wijzen bij de volgende legislatuur. En hiermee ronden we dit eerste thema af, want we hebben nog 2 andere thema's te bespreken, zoals fiscaliteit. En voor de tweede gespreksronde verwelkomen we Denis Geers. Van harte welkom. U bent de CEO van de drukkerijgroep Graafjes, actief in Europa, het Verenigd Koninkrijk en ook de Verenigde Staten. Het is een familiale onderneming, bestaat bijna 100 jaar. Hè? We gaan het hebben over fiscaliteit. Volgens u, wat kan of moet er anders op vlak van fiscaliteit? Ik denk vanuit mijn standpunt als ondernemer, waar het beter zou kunnen en waar de politiek zeker zou kunnen aan werken, is op vlak van uniformiteit, op vlak van transparantie en op vlak van zekerheid. En om te beginnen met het punt rond transparantie. Maar op heden zijn er allerlei systemen via subsidieringen, via premies, waar dat gestreefd wordt naar een betere taxatie. Maar dat zijn complexe systemen. Uniformiteit. Ik vind het onderscheid dat wij als KMO hebben ten opzichte van een multinational met een hoofdzetel in Ierland. Dat vind ik wraakroepend, persoonlijk. Absoluut. En zekerheid is ook een heel belangrijk punt. Wij zijn een familiebedrijf met een lange historiek. Ik hoop dat nog
lang te kunnen verder zetten. We kijken ook al naar de volgende generatie. Maar we hebben zekerheid nodig op de lange termijn. Mm. En nu zijn er vaak spelregels die worden aan cours de route gewijzigd, terwijl dat wij een investeringsplan hebben die soms over 10, 15 jaar loopt. En waar je zit met zaken, bijvoorbeeld heel recent, een plan van Petegem wordt in sprake van bijvoorbeeld de BTW-percentage op boeken van 6-9% te herleiden. Maar dat heeft een enorme impact op die ganse sector, ook op ons persoonlijk als bedrijf. U zei daarnet, meneer Geers, dat het systeem van de vele premies en de aftrekken, dat moet eigenlijk afgeschaft worden, meer uniformiteit. Kan u een paar voorbeelden geven van zo'n premies waarvan u zegt, dit systeem werkt niet? Ik kan daar in mijn 20-jarige carrière heel wat voorbeelden van geven, maar we moeten streven naar een lineaire verlaging van die vennootschapsbelasting, waarbij dat die complexe systemen wegvallen. Ik ga een paar voorbeelden geven. Ik ben destijds in het familiebedrijf begonnen. We waren een kleine KMO en wij konden op allerlei premies en subsidies beroep doen, zoals KMO-portefeuille bijvoorbeeld voor opleidingen. Die gelden voor KMO's. Plots val je daar door bepaalde parameters, hè, omzet of balanstotaal, val je daar buiten. Want bedrijven sterke groei. Ja, kom je dan onder de noemer groot bedrijf en kan je op niks meer beroep doen. Plots valt dat allemaal weg. En dan heb je het wel het gegeven dat je dan kan gaan voor een soort van een strategische innovatiesteun. Maar dan moet je gelegen zijn in een bepaalde regio. Bijvoorbeeld in Gent, wij kunnen daar geen beroep op doen. Een conculega van ons, die 20 kilometer verder in Maldegem, kan daar wel beroep op doen. En dat is, op dat vlak is dat een concurrentievervalsing, zelfs op Belgische schaal. En als we dan met alles wat dat subsidies te maken heeft gaan kijken op Europees niveau, wij zitten dagelijks voor boekproductie in concurrentie met Oost-Europa. Mm-hmm. Als wij dan zien welke subsidies zij daar krijgen voor de investeringen in de nieuwe drukpers bijvoorbeeld, dat loopt op tot 40-50%. Wij kunnen op heden beroep doen op niks, maar dat is wel de partij met wie wij dagelijks in de loopgraven moeten staan vechten. Dat is een moeilijk gegeven als je het met ongelijke wapens moet gaan doen. Ja, dus u zegt, schaf die premies en die aftrekken af. Het maakt het ook alleen maar complexer. Maar daartegenover moet wel een verlaging van de vennootschapsbelasting staan. Ja. Dat is iets waar het VBO ook voor pleit. Wel, ik denk, onze insteek is dubbel. Enerzijds heb je de personenbelasting. En anderzijds heb je de vennootschapsbelasting. Ik denk dat we op beide terreinen iets moeten doen. De vennootschapsbelasting, om daarmee te beginnen. We hebben een verlaging doorgevoerd van 33-25%. De opbrengsten zijn gestegen van 14-18 miljard euro. Dus zeggen dat dat een gat in de schatkist slaat, is onjuist. Omdat Denis Geers het hier juist bewijst. Als je uniforme regels hebt, duidelijke regels hebt, dan ga je er ook op vooruit. Dus onze voorstel is nu om naar richting 20% te gaan. Niet omwille van de race to the bottom, maar gewoon, als je dat kijkt, dan vandaag, dat is ongeveer in de middenmoot, zelfs een beetje naar de hoge kant, maar in de middenmoot van Europa. Ten tweede, wat het de personenbelasting betreft, dus met andere woorden, waar ga je er netto van over? Ja. Wat is een ondernemer vandaag? Ik geef je een loon van 100, je houdt er 50 aan over, mm-hmm. Het kost 150. De ondernemer is misnoegd, die zegt van, er is geen enkel land waar het zoveel kost. En de betrokkenen is misnoegd, want er is geen enkel land waar er zo weinig overblijft. En minister Van Petegem heeft een blauwdruk gemaakt. De blauwdruk op zich is een goed uitgangspunt, omdat alle elementen daarin zitten. Als je het hebt over fiscaliteit, mag het niet zijn, en ik hoor vaak, we gaan verschuiven. En onderliggend bedoelt men, we gaan de belastingen verhogen. Dus men moet daar duidelijk over zijn. En verschuiving betekent geen oplossing voor het tekort op de begroting. Terwijl men vaak toch ziet van, we gaan de belastingen anders maken, we gaan een shift doen, maar een shift betekent niet meer opbrengsten, is een verschuiving, maar we willen toch meer opbrengsten. Dus dat is een zeer onduidelijk signaal op dit moment naar ondernemers. En daarbij hoort ook altijd toch een beetje de vraag van, moet het altijd meer inkomsten zijn, maar wat met de uitgaven? Je moet die met elkaar in balans brengen. En dat was het uitgangspunt van de blauwdruk. Uh-huh. Daar zat een competitiviteitsluik in, daar zat een hervorming in van de inkomsten, daar zat ook een hervorming in van de uitgaven. Want als je bijvoorbeeld bepaalde stromen digitaliseert, dat betekent dat je minder mensen nodig hebt op het ministerie van Financiën om dat te innen. Want je doet het elektronisch. Dan moet je daar ook de consequenties uit nemen. En dat is wat we denk ik nodig hebben, die globale aanpak. En dan kan je een draagvlak gaan zoeken. Uh-huh. In de laatste oefening die gebeurd is, zocht men in feite naar 7 trofeeën voor elke partij 1.
En dan mis je de coherentie in het verhaal. En dan krijg je natuurlijk ondernemers die beginnen te zeggen van... Ah, wij betalen hier... Of wij betalen het gelach, om het zo te zeggen. En dan krijg je natuurlijk wel reacties van... Ik ga dat niet doen. En dan begin je te verschuiven tussen groepen. En dan ben je verder weg van huis... Dan dichter bij een oplossing. Ik hoor hier toch wel positieve dingen over die blauwdruk, hè, die Van Petegem heeft voorgesteld. De blauwdruk, nogmaals, ik wil daarop drukken, de blauwdruk, maar wat er nadien uit gevolgd is, dat was geen blauwdruk. Ja, maar dan is een afgezwakte versie van gekomen. Het is natuurlijk daar federaal. Daar is niets uitgevolgd. Er is niets uitgekomen. Dat is het grote probleem. Ja. Die blauwdruk, daar was iedereen bereid om daar samen aan te werken en daar zat inderdaad een bepaald evenwicht in. Ook wij hebben daar heel hard voor gepleit natuurlijk, maar er was één man die het hele verhaal heeft kelderen en dat is Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, die absoluut niets wou doen. Dus dat is natuurlijk het resultaat. En met die blauwdruk was het wel degelijk mogelijk geweest om de lasten op arbeid heel fors te gaan verlagen, want ik denk dat we het daar wel met elkaar over eens zijn dat mensen vandaag veel te veel betalen als zij werken en vaak tot de helft van hun loon aan belastingen betalen, wat dat natuurlijk totaal oneerlijk is als je dan ziet dat grote multinationals, dat heel veel anderen dat compleet ontlopen. En als je daar terug eerlijkheid wil brengen, wat trouwens ook goed is voor je economie, ja, dan moet je wel die lasten verlagen en ergens anders inkomsten gaan zoeken. En voor ons is het verhaal dan net heel duidelijk. Een euro is een euro. En of je die euro nu krijgt via arbeid, via werk, of via ondernemen, of via aandelen, of via winst die je maakt, op eender welke manier, dan moet daar een soort gelijke belasting op komen. En op die manier zorg je ervoor dat mensen netto veel meer overhouden. Dat op zich is goed, om de koopkracht te beschermen. Maar evengoed, ik denk dat we het met z'n allen erover eens zijn, dat zoveel mogelijk mensen aan de slag moeten. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. En dat het loont om te Maar dat betekent dat je moedig moet zijn in beslissingen. Ja, dat is waar. Ja, maar nee, maar ik ga je een voorbeeld geven van de voorbije jaren. Ja. Men zegt het verschil tussen werken en niet werken moet groter. Mm-hmm. Iedereen akkoord. Wat doet men dan? Men verlaagt de personenbelasting. 2 jaar later zegt men, de uitkeringen zijn te laag. En men verhoogt de uitkeringen. En 2 jaar later, bij de volgende verkiezingen, zegt men, er is opnieuw een werkloosheidsval. Dus we gaan de personenbelasting verlagen. Dat is dat spelletje, dat haasje overheidsspelletje. De grondige hervorming nodig, die ook voor de lange termijn geldt. Is al 20 jaar bezig. Ja, en dus, vandaar dat je dus de hervorming van de vennootschaps, van de personenbelasting niet kan loszien van meer mensen aan de slag. Absoluut. De arbeidsmarkt hervormen, dat zijn 2 zijden van dezelfde medaille. Absoluut. En dat is wat ook ontbrak in de discussie over de fiscale hervorming. Men heeft het te veel herleid tot 7 partijen die elk een trofeetje moesten hebben. En dus, als ik even de contouren mag schetsen, u geeft 1 iemand aan. Als je de debatten gevolgd heeft elke politieke partij zijn veto's uitgesproken tegen bepaalde voorstellen. Vandaar teruggrijpen naar een globale aanpak waarin de verschillende aspecten die je op voorhand definieert, de parameters definieert en daarover debatten gaat voeren, is denk ik een veel nuttiger oefening dan daar zaken te gaan uithalen. Ik wil nog even naar u komen, meneer Geers. Ik hoor hier over die fiscale hervorming. Daar zaten heel veel goede dingen in. Bent u bereid, want u zei daarnet, ja, de btw zou dan verhogen naar 9% voor boeken. Daar bent u niet zo blij mee. Zou u wel dat compromis willen maken als daar tegenover een verlaging van de arbeidslasten staat? Ik denk dat daar zeker een compromis is te maken. Als ik nu dagelijks door onze rapporteringen ga en ik zie die loonkosten, zeker sinds januari 2023, zo pieken in als percentage op onze bruto marge, is dat alleen een heel moeilijke situatie. Wij zoeken door automatisatie, door efficiëntie, winsten in bepaalde machinerie en dergelijke die daar komt, om die loonlast zo laag mogelijk te houden, om toch te kunnen opboksen tegen concurrenten uit het buitenland. En dat is de dagelijkse situatie. Uh-huh. En dat is een moeilijk gegeven. En ik denk dat daar zeker een compromis moet ergens worden in gemaakt. Ja. Maar de lasten iedereen heeft zijn eigen zijn heilige huisjes. Dus ja, daar mag niet aan geraakt worden, Maar moet wel ergens gegeven en genomen worden. Wat meneer Geers aangeeft, is dat je een euro maar 1 keer kan uitgeven. En dat ondernemers elke dag de keuze moeten maken. Geven we hem uit aan extra loon? Geven we hem uit aan indexering? Geven we hem uit aan medewerkers? Investeren we hem in digitalisering en andere zaken meer? En dat is ook een aspect die we moeten meenemen als we spreken over fiscale hervorming. Want ondernemingen gaan kijken van
hoe kan ik op een bepaalde manier zaken gaan produceren, gaan verkopen. En dan heb je een kostprijsfactuur. Dus een euro kan je maar één keer. Ik hoor het graag, een euro is een euro. Mm-hmm. Ik zit er altijd tegenover. Een euro kan je maar één keer uitgeven. Absoluut. En als ik soms aan de tafel zit met vakbonden en anderen, dan heeft men op één uur tijd die euro al drie keer uitgegeven. Ja, maar en daar moeten we euro's, duidelijk over zijn. Sommige euro's willen we allemaal op dezelfde manier uitgeven. En dat bedoel ik net met het verlagen van die lasten op arbeid. Dat is gewoon een quick win voor iedereen. Natuurlijk voor de werknemer die op het eind van de maand meer over heeft, meer koopkracht heeft. Maar ook voor bedrijven die daar natuurlijk ook veel voor moeten betalen. Even goed voor onze economie, want hoe meer mensen aan de slag, hoe beter voor onze economie. En tot slot voor onze begroting. We zijn allemaal zeer bezorgd over de begroting die toch wel degelijk onder druk staat en die ook een last legt op de komende generaties. Ja, hoe meer mensen aan het werk gaan, hoe beter ook voor je begroting. Dus daar hebben we eigenlijk een voorstel waar iedereen het op zich eens is over het principe. Ja, dan verwacht je wel van partijen dat die samen rond de tafel gaan, ja, en het niet zomaar blokkeren omwille van één punt daarin. Een gevolg eigenlijk van die hoge loonlasten is dat wij België het land zijn van de salariswagens. Als we het hier hebben over een grote, omvangrijke fiscale hervorming, is dat een systeem dat op de schop mag? Hebben we die tijd nu gehad, inderdaad, voor hoger nettoloon, uiteraard. Niet lager, maar hoger nettoloon. Is dat bespreekbaar? Is dat naar uw vraag, meneer Timmermans? Voor ons is alles bespreekbaar, maar je moet gewoon zien waarom dat ontstaan is. Water loopt altijd naar beneden. Dus... Maar we hebben het hier over grote fiscale hervorming. Kan dat dan mee in de weegschaal gelegd worden? Alles kan mee in de weegschaal gelegd worden, maar je gaat 600, 700, 800 euro netto moeten vinden om de mensen te compenseren. Dat is één. Twee, als je vergroening en je elektrificatie van je wagenpak wil, de snelste manier om dat te doen is via salariswagens. Niet u en ik, hè? Want degene die we zelf, onze wagens die we zelf kopen, die doen 9, 10, 12 en zoveel jaren. Dus de vergroening van uw park is belangrijk. En ten derde, ik vind het veel belangrijker een debat te voeren over mobiliteitsbudget dan voor of tegen salariswagens. En ten vierde, zeg maar eens aan iemand waarvan het industrieterrein kilometers buiten de stadskern ligt, want dat was de bedoeling van de vorige eeuw. Hè. De industrie moest weg uit de stadskern. Verplaats u daar eens naartoe, 's avonds en 's nachts, wanneer er geen openbaar vervoer is en dergelijke meer. Dan zegt men of het openbaar vervoer werd niet stipt genoeg of heeft niet voldoende middelen om dat te organiseren. Dus het zijn veel factoren die meespelen. Ik ben daar dus geen voorstander van om op dit moment te gaan zeggen we gaan dat afschaffen. Dat is een heel simplistische, eenvoudige maatregel, maar die zowel ecologisch als naar koopkracht toe nefast zal zijn voor heel veel mensen. Meneer Geers, hoe zit dat bij u in het bedrijf? Misschien om een praktijkvoorbeeld te geven, en als u begon, effectief, het is een typisch Belgisch fenomeen. Als wij nu benchmarken, en we kunnen goed benchmarken met gelijke activiteiten, Frankrijk, Engeland, en dat zijn dan de duurde regio's, want het is Parijs, Londen, hebben wij bijvoorbeeld op 100 mensen in Frankrijk 3 bedrijfswagens. We hebben er in Engeland denk ik een 6-tal. We hebben in België op een goede 400 mensen 85 à 90 bedrijfswagens. Nu, de mensen staan daar nog achter. Dus de werknemer bij een sollicitatie vraagt dat ook. Het is ook uitgebreid naar vele functies. Vroeger een technieker bijvoorbeeld had geen bedrijfswagen. Nu op dag van vandaag wordt vaak gevraagd, die hebben een bedrijfswagen. Maar wat proberen wij te doen als bedrijf? Wij willen die bedrijfswagens uiteraard. Het is een goede manier om effectief een mooi salarispakket voor te doen. Voor te stellen aan de mensen, fiscaal vriendelijk. Maar wij willen daar ook een vergroening in doen. Dus we zijn nu volledig de wagens aan het wijzigen met elektrische of hybride wagens. Enerzijds, ja. Maar wij proberen ook bepaalde, en veel jonge mensen opteren daarvoor via cafetariaplan. We hebben cafetariaplan. Als ze het budget voor de wagen kunnen inleveren, en die kiezen dan voor de fiets, meer vakantie. Dat is een bepaalde portefeuille waar ze dat kunnen kiezen. En die eigenlijk bij ons ook naar recrutering van jongeren zeer succesvol werkt. Dat cafetariaplan is bij ons nu 2 jaar. En in het begin vraagt wel met ondersteuning van het Sociaal Secretariaat de nodige inspanningen, want het is eigenlijk een winkeltje die je opzet. Maar eens dat loopt, en dat loopt nu zeer efficiënt, zijn we heel tevreden dat we dat uitgerold hebben. Uh-huh. Maar ik hoor van collega's, dat en zeker in kleinere bedrijven, dat het nog een vrij stringent gegeven is om dat door te voeren. En ik wil daar één voorbeeld over geven. Een paar jaar geleden heeft men het zogenaamde cash for cars principe ingevoerd. Dus je kon je wagen inleveren en je kreeg cash. Geen succes. Mobiliteitsbudget, met andere woorden, je hebt een bepaald budget. Ga je voor een wagen, ga je niet voor een wagen, maar gaat voor openbaar vervoer of een parking aan een station en dergelijke meer. Dat begint stilaan ingang te vinden. Dus met andere woorden, je moet ook daarmee rekening houden wat mensen willen. En ten derde, ten laatste,
Je moet dus een fiscale hervorming doen die gemiddeld genomen aan iemand 5, 6, 7, 800 euro netto meer oplevert. Dat is gigantisch. Uh-huh. Om dat te doen, dat is gigantisch. Ja. En die budgettaire ruimte hebben we niet. Maar daar is inderdaad de fiscale hervorming voor nodig. De fiscale hervorming had 800 euro netto per persoon opgeleverd. Dus daar zijn zeker mogelijkheden. Maar als het specifiek over die bedrijfswagens gaat, ik denk elke partij die hier voorstelt om die volledig af te schaffen in één keer zonder compensatie, die zal niet onze steun krijgen, want we gaan niemand zijn loon zomaar verminderen. Dat lijkt mij logisch. Maar als we een beetje eerlijk naar het debat kijken, zijn we toch ook wel wat doorgeslaan in de hele salaris- en bedrijfswagendiscussie. Het is goed dat er alternatieven worden gezocht, maar het is wel een feit dat wij in ons land heel lange files hebben, die natuurlijk ook een ongelooflijke impact hebben op onze economie. Maar ook, ja, de beste keuze voor mensen is natuurlijk gewoon meer loon en zelf kunnen kiezen waar ze het aan uitgeven. Alleen is dat bijzonder moeilijk gemaakt, omdat die fiscale hervorming uitblijft, omdat de lasten op arbeid zo hoog zijn. Maar ook, ja, werkgevers hebben niet altijd zoveel mogelijkheden om veel extra loon te geven. En dan worden er andere manieren gezocht om dan toch die goede profielen aan te trekken, wat ik absoluut begrijp. Maar ik denk dat mensen op het eind van de rit altijd er meer aan hebben om gewoon een beter loon te hebben. En dat we daar naartoe moeten. Maar u heeft gelijk, daar is een fiscale hervorming voor nodig. En geen kleintje, dan moet die oefening echt wel grondig gebeuren. Dat kan, hè. Het kan, het is een politieke keuze om zoiets te doen. Goed, het is een thema waar we, merk ik, nog lang niet over zijn uitgepraat. Dat is niet meer dan logisch, denk ik. Maar helaas, de tijd staat ons dat niet toe, want we hebben nog één thema te behandelen. Maar ik wil u graag bedanken, Denis Geers, voor uw bijdrage hier in dit debat. Dank u. In het derde en laatste gesprek willen we het hebben over de arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken vandaag talenten, maar vinden ze niet. En dat geldt evenzeer voor het onderwijs, voor de zorg of andere publieke diensten. Er wordt gestreden om elk talent. Waarop moeten we inzetten om meer arbeidskrachten te vinden en te mobiliseren? We vragen het aan Ineke de Bisschop, adviseur bij het VBO. Van harte welkom. Ja, hoe zouden jullie het aanpakken? Wel, wil ons land tegen 2030 die werkzaamheidsgraad van 80% bereiken, dan moeten we alle beschikbare arbeidskrachten maximaal gaan mobiliseren en activeren. Niet alleen de werklozen, maar alle inactieve personen. In maart 2023 bedroeg de werkzaamheidsgraad 72,8%, maar toch blijven er nog 190.000 vacatures moeilijk in te vullen. Het is dus alle hens aan dek om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. En als je weet dat er in ons land meer dan 450.000 langdurig zieken zijn, dan is ook de reïntegratie van die groep cruciaal. Maar onze arbeidsmarkt is vandaag een rigide, versterkte burcht die vooral de insiders gaat beschermen, maar de outsiders buitensluit. En dat moet veranderen. We hebben elk talent nodig. Willen we dus voorkomen dat bedrijven zware concurrentiële verliezen lijden of zelfs moeten verhuizen omdat ze geen arbeidskrachten vinden, dan moeten we inzetten op die activerende sociale zekerheid. Een doeltreffend reïntegratiebeleid en een doordacht arbeidsmigratiebeleid. De oplossingen zijn natuurlijk niet eenvoudig, maar het gezond verstand vertelt wel dat activering ook betekent om preventief en vroegtijdig maatregelen te gaan nemen. Waarom bijvoorbeeld geen pact sluiten tussen alle betrokken actoren? Uiteraard werkgever en werknemer, maar ook artsen, arbeidsbemiddelingsdiensten enzovoort. Waarbij dat ieder verplicht is om actie te gaan ondernemen bij een langdurige of regelmatige ziekte of het risico op uitval. En daarnaast pleiten we ervoor om ook de werkloosheidsuitkeringen te gaan afbakenen. En om het huidige, complexe, onwerkbare systeem van actieve, passieve en aangepaste beschikbaarheid af te gaan schaffen. Laat de gewesten daarbij bepalen hoe dat ze dat juist willen aanpakken. Tot slot zijn we ervan overtuigd dat we zonder een slimme, soepele economische migratie onmogelijk de tekorten op de arbeidsmarkt zullen kunnen ondervangen. En daarom moeten we ons land aantrekkelijker gaan maken voor dat buitenlands talent. Oké, hartelijk dank. Ja, ik hoor een aantal oplossingen. Meneer Timmermans, misschien eerst praten over de rol van de arbeidsmarktbemiddelaars, VDAB in Vlaanderen, maar ook Forum en Actiris in Brussel en Wallonië. Wat kunnen zij beter doen om talent te activeren? Eerst en vooral moeten we zeggen dat er de uitstroom uit de arbeidsmarkt elk jaar groter is dan de instroom. Dus op termijn, en dat is nu zich aan het manifesteren, hebben we een probleem.
krapte op de arbeidsmarkt heeft niet alleen te maken met de economische situatie, maar ook met dat fenomeen, met de veroudering van de bevolking, wat op zich een goede zaak is, maar de arbeidsmarkt is daarvan het gevolg. Twee, we moeten ook zeggen dat Forum in Wallonië, Actiris in Brussel en VDAB in Vlaanderen samen ongeveer 10.000 mensen te werk stellen. 10.000 mensen die de activering, de begeleiding van werkzoekenden kunnen op zich nemen. Toch een mooi aantal, om u tegen te zeggen, dus met andere woorden, daaraan zal het niet liggen. Ten derde, denk ik dat het belangrijk is dat we duidelijk afbakenen. De sociale zekerheid, de werkloosheid, nationaal georganiseerd voor iedereen in dit land op eenzelfde wijze de eerste 2 jaar bijvoorbeeld, moet zo blijven. De controle nadien, de opvolging, daar moeten de regio's echt een rol in spelen. En daar moet, zoals mevrouw de bisschop daar juist zei, al die regels met verschillende vormen van beschikbaarheid moet verdwijnen. Eén duidelijk systeem waar men vrij snel jongeren, mensen, werkzoekenden aanspreekt en zegt van kijk, we gaan u niet een jaar, anderhalf jaar laten wachten. We gaan vrij snel, de eerste maand, anderhalve maand, 2 maanden later, benaderen, aanspreken en een match doen tussen vraag en aanbod. Het Deense voorbeeld is daar heel mooi van. We zijn daar met de sociale partners en met de ministers van Werk naartoe geweest. Daar word je dus aangeklampt en word je zelf begeleid. Er was een voorbeeld van een jongere die zei, oh, ik heb schrik om te gaan solliciteren. De Deense VDAB zei, wij gaan met u mee. Wij gaan mee met u naar een werkgever, want wij weten, daar is een job voor u. Ja. Dus met andere woorden, dat activerend verhaal, dat aanklampend verhaal moet maximaal uitgebouwd worden en nog veel steviger zijn dan vandaag. Ja, strengere activering, dat is ook waar Vooruit voor staat. Hoe willen jullie dat aanpakken? Wel, er zijn hier sowieso een aantal vaststellingen te maken. Ik denk dat we het er met z'n allen over eens zijn dat zoveel als mogelijk mensen aan het werk moeten. Het moet natuurlijk ook wel haalbaar zijn. En dat is wel het tweede punt, dat vaak wat minder aan bod komt. De work-life balance, de druk op heel veel mensen, is vaak heel hoog. Dus daar moet ook een inspanning gebeuren. Maar ik zie 3 dingen die absoluut beter kunnen. We moeten ervoor zorgen dat werken meer loont. Dat brengt ons in het vorig debat. We moeten ervoor zorgen dat mensen veel sneller richting die jobs worden gestuurd en aan klampend beleid. U zegt na een maand, van mij mag dat vanaf dag 1, vanaf de eerste dag dat iemand zegt dat men een job zoekt of dat men gewoon geen job meer heeft, moet men eigenlijk al onmiddellijk kunnen langsgaan bij de VDAB en heel snel gaan zien waar men dan juist voor geschikt is. En het derde, ja, de work-life balance, ik zei het daarnet, daar zijn zeker ook uitdagingen. Maar als ik toch even op dat aanklampend beleid mag doorgaan. We zien het vandaag vaak, hè. De VDAB heeft inderdaad veel mensen uit werk gesteld. Daar is ook wel fors op bespaard de voorbije jaren. Maar hoe dan ook zien we dat heel weinig mensen bijvoorbeeld naar een verplichte sollicitatie gaan. 1 op de 10 gaat naar een verplichte sollicitatie. Dat wil zeggen 9 op de 10 niet. 1 op de 20 start een opleiding. En moet dat dan gesanctioneerd worden? Er moet gewoon in eerste instantie al een veel forser aanbod komen. En dat blijft vandaag volledig achterwege. Vaak zijn er wel degelijk mensen die willen en die kunnen werken. Denk aan alle 55-plussers die geregeld ook tegen mij bijvoorbeeld komen zeggen van ja, kijk, ik zoek al een jaar en half naar een job. Ik wil echt wel werken, maar ik ben niet interessant voor de arbeidsmarkt. Maar evengoed, mensen met een andere achtergrond, die worden nog vaak gediscrimineerd. Dus ik vind in eerste instantie dat wij veel meer moeten aanbieden, dat de VDAB veel intensiever op zoek moet gaan naar een goede match, zoals u ook aangeeft. Maar natuurlijk op het eind van de rit, als blijkt dat er echt gewoon geweigerd wordt om daarop in te gaan, ja, dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Jullie pleiten voor een basisbaan, ja. Voor mensen na 2 jaar opleiding en begeleiding die dan nog altijd geen werk vinden. Wat houdt die basisbaan precies in? Wel, er zijn jobs genoeg waar er echt ook wel vraag is om mensen in te schakelen in de zorg, in het onderwijs, maar ook op heel veel andere plaatsen. Het kan ook in private sectoren zijn. Om een voorbeeld te geven, in Kortrijk doen we al iets gelijkaardigs. Ik denk voor een werkgever, als u bijvoorbeeld iemand zou moeten aannemen die al 2 jaar thuis zit, die geen opleiding gevolgd heeft, die geen inspanning geleverd heeft, ja, de kans dat u die als werkgever aanneemt is denk ik vrij klein. Dus we moeten mensen echt wel in zo'n traject meesleuren. En in Kortrijk hebben wij een sociaal restaurant, Vork, ook door een van onze schepenen daar opgericht, waarbij mensen die al heel lang van de arbeidsmarkt zijn opgeleid worden voor een job in de horeca. En we zien dat die ook heel vlot doorstromen daarna. Want het is natuurlijk voor een werkgever wel weer interessant als men ziet van die persoon heeft de voorbije maanden
toch wel wat inspanningen gedaan. Maar kan u wat andere voorbeelden geven van andere jobs die daar al zouden kunnen dienen als basisbaan? Begeleiding in het onderwijs bijvoorbeeld. Tijdens de middagpauze, tijdens de speeltijden, aan het verkeer, aan de schoolpoort. Maar evengoed in jeugdverenigingen, in sportverenigingen. Er was een bedrijfsleider die zei, ja, ik heb hier heel wat onderhoud van mijn gazon, van alles hier in de tuin. Ja, ik kan daar niemand voltijds voor aanwerven, maar ik zou daar wel gerust iemand kunnen gebruiken. Mocht en krijgen ze dan een loon of behouden zij hun uitkering? Heel belangrijk, het gaat over een volwaardig loon met een volwaardige opbouw van rechten. Natuurlijk wel met de bedoeling om door te stromen op de arbeidsmarkt. Maar dat is net voor ons het grote verschil met een aantal partijen die zeggen, na 2 jaar stopt het. We zetten de werkloosheidsuitkering gewoon stop. Ja, voor ons is dat niet de oplossing. Wij willen dat de werkloosheid stopgezet wordt en niet gewoon de uitkering op zich. Dus mensen moeten effectief aan de slag. En als je natuurlijk geen aanbod doet, in de vorm dan van een basisbaan, ja, dan zie je gewoon dat mensen niet meer op een werkloosheidsuitkering terechtkomen, maar dan misschien op een leefloon. Natuurlijk, zowel voor de begroting als voor die mensen zelf maakt dat niet bijzonder veel verschil, want ze gaan niet aan het werk. En dat is voor ons heel duidelijk wel de doelstelling. Die mensen moeten aan het werk. En dan moet je ook echt wel concreet iets gaan aanbieden. En daar loopt het vandaag heel vaak fout. Ja. Het VBO pleit wel voor het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Wel, ja. Maar gecombineerd met een stukje staatshervorming, als u wil. U zal misschien verbaasd kijken dat wij dat durven voorstellen, maar we zijn ervan overtuigd. Vandaag, wij zouden graag het volgende willen voorstellen. Je hebt een nationale sociale zekerheid. Van ons moet die absoluut niet gesplitst worden. Want als je de sociale zekerheid splitst, dan splitst het land. Absoluut. Dus iedereen heeft rechten en plichten in de werkloosheid de eerste 2 jaar. Werkloosheidsuitkeringen met controle en opvolging enzovoort, zoals het nu is. Ben je langer dan 2 jaar werkloos? Het budget dat daarmee nu voorzien is bij de RVA, zal naar de regio's gaan. En dan is het aan de regio, aan het gewest, om te zeggen van oké, ik doe er iets passiefs mee, ik betaal verder uitkeringen. Of ik doe er iets actief mee. Ik probeer die mensen aan de slag te krijgen. Maar want pas dan heb na je daar... 2 jaar. Ja? Waarom niet vanaf dag 1? Nee, maar ik bedoel, dat is de werkloosheidssysteem enerzijds. Anderzijds de begeleiding voor langdurig... Het gaat over langdurig werkzoekenden. Ja. Voor mij mag... En dat is het aantrekkelijke. Als die regio erin slaagt om voor die 2 jaar die werkzoekenden aan een job te helpen, dan hebben ze middelen gekregen om er iets anders mee te doen. Want het budget dat overeenstemt met de werkloosheid na 2 jaar, gaat naar de regio's op dit moment. Dus je hebt een responsabiliserend effect. Je hebt een aanmoedigend effect. En je gaat ervoor zorgen dat mensen sneller naar de arbeidsmarkt kunnen geraken. Dus wij geloven daar heel sterk in als een mogelijke oplossing om ons arbeidsmarktbeleid, ons werkloosheidssysteem, wat minder passief te maken, wat meer actief te maken. Ja, voor ons is het gewoon belangrijk dat mensen aan de slag gaan en dat daar veel actiever, veel sneller, veel meer impulsen voor worden gegeven. De manier waarop, daar valt altijd over te discussiëren, maar ik denk op zich dat we het met elkaar eens zijn. Mensen moeten aan de slag, daar moet een actief aanbod komen en de regio's, de VDAB's van ons land, ja, die moeten zelf veel meer daarmee aan de slag gaan. Dus op dat vlak zijn we het eigenlijk wel eens met elkaar. Ja, wel, ik wil nog een ander cijfer meegeven waar mevrouw de Bisschop het ook over had. 450.000 langdurig zieken in ons land. Ja. Hoe willen wij hen ook activeren? Wel, misschien niet in een fulltime basis, maar hoe staan jullie daar tegenover, mevrouw De Prater? Wel, het gaat heel vaak over mensen die uitvallen of die een zware ziekte hebben gehad, maar toch ook een groot deel daarvan wil ook effectief zelf terug aan de slag. Mensen die bijvoorbeeld een kankerbehandeling hebben gehad op een vrij jonge leeftijd, die willen zelf terug aan de slag. En mevrouw zei het daarnet ook in het filmpje. Ja, zij wil dat werkgevers, werknemers, mutualiteiten, artsen samen werken. Dat gebeurt natuurlijk vandaag. Dat is net het plan dat Frank van den Broeke heeft ingevoerd. Was tot voor kort behoorlijk taboe, omdat men... we spreken natuurlijk over mensen die voor een periode oud zijn geweest en die niet zomaar terug in een vorige job kunnen gaan inschakelen. Maar net door die samenwerking van al die verschillende actoren en door iedereen ook een deel van de verantwoordelijkheid te geven, zien we op vandaag, een goed 1,5 jaar later, dat 80.000 van die mensen wel in een traject zitten om terug aan de slag te gaan. En het project is nog maar opgestart. Het is absoluut de bedoeling om daar nog extra inspanningen te doen en nog meer mensen in te schakelen om net die match te gaan zoeken tussen een bedrijf waar er vaak mogelijkheden zijn en natuurlijk de persoon zelf die langdurig thuis is geweest en waarvoor het niet altijd zo gemakkelijk is om gewoon terug op de reguliere arbeidsmarkt terecht te komen. Maar daar zijn dus voor het eerst echt wel stappen vooruit gezet.
Alleen is de uitdaging bijzonder groot, dus daar zal nog veel meer nodig zijn. Maar dat komt er ook aan. Staan ondernemers daar voor open om mensen die langdurig ziek zijn, om hen een gepaste job te geven? Ik denk van wel, maar nogmaals, op de principes zijn we denk ik akkoord. De verschillende pijlers van dit model moeten samen elk hun verantwoordelijkheid nemen, ja, en elk ook geresponsabiliseerd worden. En daar is het een beetje soms misgelopen. Men zet nogal vaak in van de werkgever. Voorbeeld recentelijk van, we gaan de werkgever verplichten om gedurende 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. 2 maanden, twee maanden. Sommigen willen tot 2 jaar gaan, zoals in Nederland, hoor ik zo, als voorbeeld geven. Ik zou dat niet doen, want dat is 1 partij stigmatiseren. Als men dan hetzelfde zou doen met de mutualiteiten en met de artsen, dan denk ik dat we in evenwicht komen. Dus we moeten in dat debat, artsen, mutualiteiten, begeleidingsdiensten, werkgevers, maar ook de betrokkenen zelf, rechten geven en ook plicht. Ja. En dat is de hele uitdaging. En sta mij toe dit te zeggen, dat ik, als we de plannen van de laatste maanden gehoord hebben, hier en daar, dat het nogal eens gemakkelijk was, de werkgever. Want de arts, moeilijk om iets aan te doen. Mutualiteit, daar willen we niet te veel aan raken. Behalve coaches aanbieden en mensen laten financieren om dat te doen. Maar de sanctie, die ligt bij de werkgever. Als de sanctie bij iedereen ligt en de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt, dan denk ik dat we een goed plan kunnen maken. Ja, en dit gesprek gaat zo meteen nog wel verder gaan, denk ik. Maar ons uurtje zit erop, dus ik moet jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage hier aan dit gesprek. Melissa de Prater, dank je wel om naar de studio te komen. En Pieter Timmermans, dank je wel. Volgende week is er de laatste Let's Talk Elections. PS-voorzitter Paul Magnet is dan te gast en gaat in gesprek met Pieter Timmermans. Bedankt voor het kijken.